Ik ben van het onderzoeksprogramma Meedoen met Sport. Dat is een programma wat is opgesteld voor kinderen met een motorische beperking. En wij hebben dit opgesteld omdat we zien dat deze kinderen minder vaak meedoen in de gymles of in sporttrainingen. En ook op het speelveld en dergelijke. En wij denken dat dit deels komt door hun motorische beperking. Maar ook omdat de instructies die gegeven worden niet altijd op maat zijn voor deze kinderen. En daarom willen we dit gaan kijken, hoe we dit kunnen verhogen. En wij denken dat dit kan door meer instructies te geven die je gewoon laten ervaren. Dus niet precies uitleggen hoe je het moet doen, maar meer dat je gewoon leert door te doen. We zien dus ook al in eerdere studies dat dit een methode is die heel weinig gebruikt wordt op dit moment in de gymlessen en ook in sporttrainingen. En daarom zijn we dus nu een handboek aan het ontwikkelen om te kijken hoe dat toe kan nemen.